Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tiltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we staan hier op een of andere verlaten parkeerplaatsje. Staan we. En ik heb al een hele tijd heb ik iets willen filmen. En dat zie ik elke keer zie ik dat als ik op de grote weg rij richting Hellevoetsluis. Dan zie ik dat gevaarte. En ik had al de hele tijd... Wou ik het al een keer graag filmen. Nou, vandaag is dus de dag eindelijk dat ik hem ga filmen. En dat is dus dit gekke gevaarte. Het is echt een heel gek gevaarte. Het is een soort uitkijktoren is het. Het is dus net als je net Hellevoetsluis inrijdt, zie je dit grote gevaarte. Er zit een soort brug omheen. Zit er, en er zit een soort uitkijktoren zit erop. En het is heel gek. Het is een hele grote trap, is het omhoog. En dan heb je een soort, ja, het lijkt wel tribune, lijkt het wel. Van een stadion. Oh, hier rijdt de bus. Gaat de connection. Of de ABS. En hier nog eentje. 404 naar Oranje. Nou, we gaan eens even kijken wat dit is. Want ik heb dit al zo lange tijd willen filmen. Maar elke keer kwam het er niet van. Toen was ik ziek geworden, toen was dat weer dat het niet doorging. Nou, het ziet er wel allemaal een beetje krakkemikkig uit, moet je kijken. Elektriciteitskabels leggen helemaal los, legt overal troep, legt er allemaal. Kijk, dit is het dus. Een trappetje omhoog. En dan heb je hier ook een soort staangedeelte. Ja, vond ik wel even leuk om dit te filmen. Dit wou ik al echt al een hele tijd wou ik dit filmen. Toch weer heel gek kunstwerk. Ja. Er is iemand ontzettend gek geweest op Piemos. Er staan overal de Piemos getekend. Hier is zelfs een bankje, kan je zitten. En dan kan je hier zeg maar, ja, kijk je uit op het Voorns kanaal, Kanaal de Voorne. Dus daar ligt Hellevoetsluis. Aan deze kant kan je net zien, daar ligt Heenvliet. En hier kan je dus even, staat zo'n ding op, 0, 1, 2 en 3. En hier kan je lekker zitten, op je gemakkie. Nou, is dat leuk. Het is wel een heel kort vlogje even, maar ik vond het wel even leuk om dit even te filmen. Nou, het ziet er wel grappig uit. Ja, ik vond het echt een heel apart kunstwerk. Ik heb het al een heleboel keer gezien. En ik heb één keer in de avond heb ik iemand gezien, een paar mensen die daar waren, die hier omhoog liepen. Dus ja, ik vond het wel eens even leuk om dit even te filmen, want dit is weer iets wat ik nog nooit gefilmd had. Dus hier kun je dus lekker zitten, gewoon een lekker windje erbij. En hier zie je dus de auto's over het drukke kanaal van Voorne. Die zal ik de weg naar Hellevoetsluis toe. De andere kant ga je naar Heenvliet en Brie lopen. En hier ga je dus naar Hellevoet. Hier rijd ik dus ook altijd als ik naar Hellevoet ga. Ik kan ook binnen doorrijden, vind ik ook wel eens mooi. Maar ik vind het wel leuk. Een hele steile trap naar beneden. Als je valt, dan breek je denk ik best wel wat potjes als je... Hier komt, pak toch even de leun hier, dan vind ik het toch fijn, hè? Ik ben ook weer zo jong, hè, natuurlijk, hè? Ja. Allemaal kleine vlogjes eventjes. Morgen heb ik ook alweer een ideetje. Maar ik ga het vloggen. Nou, in ieder geval beter uitzicht. Daar dus Hellevoetsluis. Daar zo dus Hellevoetsluis. En dan hier het kanaal doorvoeren. Naar... Heenvliet ligt daar, Geervliet. Aan die kant ligt Brielen. Dus ja, best wel mooi. Een mooi stukje, een stukje mooi landschap. Ja, precies tussen de drukke weg. Ik zei die gekke brug, maar dat is de T-brug. Hier kan je dus weer de hoek om. Dan kan je hier weer de snelweg op. 80, heel veel ongelukken gebeurt altijd op deze weg.
deze weg zijn echt verschrikkelijk veel ongelukken gebeurd. Wordt ook nog een dode weg, werd het de hele tijd genoemd. Maar ja. Lekker hoor, hè? Kijk, daar heb je Aralia trouwens. Die hebben toen nog de kerstvlog opgenomen met Joost. Aralia. Nou, je hoort het. Als het goed is hoor je de wind een beetje. Het waait hier heel erg. Maar ja. Ik vond dit toch wel weer even leuk om dit even te filmen. Het is niet echt een hele lange vlog. Maar ik vond het wel even leuk om dit even te filmen. Hoe lang heb ik nou gefilmd? 5 minuten. Dus nou. Ik kan er niet veel meer van maken, maar ik vond het wel even leuk om dit ook even op de camera te hebben. Want hier ja, ben ik nou zo vaak langs gereden. Elke keer dacht ik van, oh ja, dit gekke gevaarte, dat moet ik nog een keer filmen. Dus bij deze heb ik dat dus gedaan. Kunnen we even een hier rij je dus op trouwens, dus dat kan niet. Kijk, hier is die grote weg. Nee, die kan je niet rijden. Maar het is een. Het is echt een heel raar apparaatje. Ziet er wel leuk uit. Oh, hier kun je trouwens ook nog lopen. Hier hebben we nog zo'n heel klein stukje naar beneden. En dan heb je hier de kade, zeg maar. En dan hangt die, zeg maar, een beetje half overheen. Dus, ja. Ik vond het wel even leuk om dit even te filmen. Ja, Aralia weer. Ja, heb ik dat ook weer een keer opgenomen. Hè? Morgen heb ik een ander idee. Morgen wil ik lekker nog even ergens naartoe naar een wat mooiere, groenere plek. Ik ga dadelijk misschien ook nog even een vlogje opnemen. Hierna ga ik nog even naar een derde locatie. Ik heb toch even 3 leuke filmpjes opgenomen voor het YouTube-kanaal voor vandaag. En dan ga ik morgen gewoon verder volgen. Dus jullie komen voorlopig niet tekort met filmen, want ik ga nog een hele hoop filmpjes ga ik nog maken en opnemen. De ene wat groter, de andere wat kleiner, maar deze vond ik wel even leuk om even te filmen. Dus we gaan weer terug naar de auto. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Meer valt er eigenlijk niet van te zeggen, meer valt er niet van te zien. Ja, het is echt een hele soort rare kubus is het. Het is echt heel vreemd. Hele rare kubusvorm is het. Zie ik uit misschien nog wel beter zien. Van een groot afstandje. Dus ja, het is een apart dingetje is het. Maar ik vond het wel even leuk om dit toch nog even te filmen. Dus bij deze dus. Ja, de uitkijktoren van Hellevoetsluis. Ja, we hadden natuurlijk de toren bij Zuidland hadden we. En nu dus hier hebben ze ook zo'n soort uitkijktoren gemaakt waar je op kan staan. En dat je een beetje de omgeving kan bekijken. Wel leuk gedaan. Ik vind dit leuker dan, dan dat ze helemaal niks doen. Ik vind dit wel heel erg leuk dat ze dit gemaakt hebben. Dan heb je toch nog wat. En, het is een apart geval is het. Als je hem ziet, dan denk je van wat is dit nou weer? Maar ja, ik vind het wel grappig. Ik vind het in ieder geval wel ontzettend leuk, vind ik dit. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog, abonneer voor meer. En ik spreek jullie allemaal weer bij een volgende vlog hier op mijn kanaal. En dan hoop ik dat die wat langer is. Groetjes van deze kant, tot de volgende. Hoi hoi.